Goedemorgen. We hebben een beetje zenuwachtig. Ja, ik krijg een snuffelstagiair. Ja, wordt vast leuk. Ik zal me even voorstellen, ik ben Martijn. Ja, een heel leuke grap. Nou, succes met je stage. Waar is je pasje? Ja, dat heb ik niet. Hallo. Hey. Snuffelstagiair vandaag. Snuffelstagiair. Ja, dat is wel. Hoe dit nu allemaal gaan doen? Ja, jij hebt toch stage, hè? Ja. Joris. Hey Joris. Hey. Hoe is het? Je bent gewoon vlog famous. Ja. Dat was jouw feed. Ik vond het wel heel leuk. Ik vond het wel leuk, je vlog. Ken jij Joris al trouwens? Van jouw vlog natuurlijk. Hallo Joris. Hey, ik kan geen hand geven. Hallo. Ik ben Dave. Leuk. Mag je een keer mee? Ja, dat moet een nieuwsbrug worden. Ja. Rick, mag je nou eens vragen van mijn vlog? Tuurlijk Martijn, hallo, leuk je om het weer te zien man. Ja, wederzijds. Je moet even onder ander licht gaan staan, want... Sta ik heel lelijk licht? Ja. Oh, daar hou ik niet van. Ga eens hier, als je wil. Zo, is het beter? Oh nee, het ligt niet aan het licht. Wat ben je toch een draak? Zie je elkaar eigenlijk terug na al die tijd? Ja. Hey Rick, Peking Express? Ja. Leuk. Waar moet ik daar naar kijken? Omdat het gewoon een superleuk programma is, met veel avontuur en spanning en sensatie. Ja, ik heb die trailer gezien, het zag er heel tof uit en ik heb niet gekeken. Hoe durf je? Ja, sorry. Dat andere programma, loopt dat nog? Dat je met zo'n cirkel en dat je dan... Nee, het is al lang afgelopen. Wat jammer, want dat heb ik dus aan op, dat vond ik echt een heel leuk programma. Wat fijn. Ja, vond je het zelf ook leuk? Ja, dat is superleuk om te doen. Ik vond het wel een groot contrast met Tsjetsjenië en dan ineens dit, zeg maar. Van die NOS-werk naar... Ja, misschien is dat een groot contrast voor jou. Voor mij was het ook wel even wennen. Maar het is wel heel leuk. Ja, maar vooral ook dat die mensen iets moeten aanwijzen in zo'n cirkel... dan we god niet weten waar ze moeten zijn. Ja. Dat is gewoon... Nee, maar ja, goed, weet jij waar Tsjetsjenië hier ligt? Zo, 1, 2, 3? Nou, tot zover deze vlog. Ik vond het heel erg leuk. Ik ook. Ja, hey, en wanneer kom je terug bij de NOS? Niet voorlopig. Ik heb nog een tijdje te gaan en ik ga nog hele leuke dingen doen. Ja. Kijk naar mijn reportageprogramma, 1 mei. En wat krijgen we dan te zien? Rick over de grens. In het buitenland, op reportage. Heel spannend. En dit is hem dan. Is... 1,82 meter lang. Zo groot vang je ze nooit. Oh, dat is gewoon een vis. Hoi jongens. Ik ben Coco. Ik ben net uit mijn broek gescherpt. Laat zien. Ja, nee, is het nu weer dicht. Moet ik hem even opnieuw openen? Ja, doe maar. Knip het eruit. Hoi, ik ben Ruud. Hoi Joris. Wat leuk. Kijk even live mee hoe de avondmaaltijd van Wouter wordt bereid. Dit is dan nog een van de hoogtepunten van de week. Hè? Normaal gesproken blijft het bij een rijstwafel. Dus, ja. En dan ga je hier nog iets bijzonders mee doen? Het gaat zo meteen gedoopt worden in halflauwe tomatensoep. Ja. NOS Showbiz. Paul, je hebt een goede tip voor mijn vlog gisteren op de radio. Ja, op de radio. Leuk dat je luistert. Want je was natuurlijk op die beurs. Ja. En heb je vast heel veel tips gehad. Maar ik dacht, als je simpel denkt, Martijn's vlog luisteren, dan denk ik, oh ja, inderdaad. Maar je moet gewoon de star of the show de naam aan je vlog geven. Het Els, is Els. Els. Ja. Els, Els, Els. Ja, want als je nu op YouTube zoekt, Martijn zonder R, lange I, 1, 2. Leg het nog even één keer uit. Dat weet niemand. Nee. Je Bibi en Willem en Els. Ja. Ja. Maak die lip even droog. Maak die lip even droog, ja, dat zijn we goed. Alleen je bovenste en anders niet. Maar je moet het echt zo pakken. Ik kan het niet. Mag je ook een andere doen? Ja, je mag ook een andere. Kun je de aubergine niet nadoen? Ja. Hallo. Hallo. Er zit deze keer geen zetmeelcomponent in het eten. Dat is het enige dat nog in de vriezer lag. Wat eet jij, Bram? Ook iets met spinazie, omdat het in de vriezer komt. Hé, Elsje, weet jij waar Tsjetsjenië ligt? Hè? Hoe weet jij dat?